1-2-75. Deze jongens zitten al virtueel in de halve finale met Kevin Bonkers die daar op de vierde plaats zit. Maar hier op 1 is er nog altijd die 13e van Pieter Lanko. Ah ja, Leen Verstegen, nu loopt hij uit Jumping Castle. Neemt die eerste plek over naar deze kwartfinale bij de boys van 12 jaar. Wordt gevolgd door Queen Leenders van de Wheels op de tweede positie. De plek langs zij schiet een 2-68. Dat is Brent van der Kuit. Brent van der Kuit al onderweg van Apeldoorn naar op een derde positie. Oh, wat gebeurt er dan op plaats 4? Terwijl er aan alle kanten aangevallen wordt, zien we dat de 2-74, 200 de beste nog een de derde gaat er mee heen. Maarten van der Bast in dit geval. Maarten van der Bast krijgt naar plaats 4 door. Gaan kijken, als hij naar plaats 4 doorgeschoven is uit Hongen, of hij die plek weet vast te houden. Komt er dan nog een aanval? En dit zijn de eerste vier mannen in de boys categorie van 12 jaar.